Zep Solutions komt dit jaar met zijn eerste truck op waterstof. Vervoerder Vos Transport heeft er al één besteld. We bespreken het vandaag in NTTV. Goedemorgen en welkom bij NTTV. De Europa gaat die heten, een waterstoftruck van Nederlandse bodem die nog dit jaar de weg op moet. Fabrikant Zep Solutions werkt voor het project in een consortium samen met onder meer Vos Transport. Beide partijen zijn hier vandaag vertegenwoordigd in de studio. Roy van Verseveld is manager operations bij Vos Transport en Kevin Schreiber is een van de oprichters van Zep Solutions. Van harte welkom allebei. Dank u wel. Kevin, die Europa, wat is dat voor truck? Nou, dat is eigenlijk een 4x2 trekker unit, of gewoon een trekker. Eigenlijk het meest gebruikte soort vrachtwagen die je op de snelweg tegenkomt. Ja. Met een maximaal gewicht van 50 ton, zeg maar, inclusieve trailer mag die straks trekken. Hopen wij dat eigenlijk een substituut wordt voor een diesel vrachtwagen, maar dan zero emissie. Dus lange afstanden, slaapcabine, wat je maar nodig hebt. Ja. Snel tanken. Je ziet het er eigenlijk nauwelijks aan af dat het iets anders is dan normaal. Hè? Dat is de bedoeling. Ja. Dat consortium, Dreamhole, heb ik. Er staat een tweetje in, maar dat is een stille twee, heb ik gehoord. Hoe is dat tot stand gekomen? We hebben een aantal jaren geleden al eens een keer een subsidieaanvraag geprobeerd te doen om dat project op te zetten. Toen kwamen we op de reservelijst, maar we waren heel enthousiast en we wouden eigenlijk vol maar doorgaan. Toen hebben we er een paar interessante partners bij gevonden, zoals BCTN en Total Energies. BCTN is die neemt ook een voertuig. Die neemt ook een voertuig af. We nemen allebei een voertuig af. En Toto zorgt voor een vulpunt in Deventer. En vanuit dat consortium zijn we in gesprek ook gekomen. We wouden innovatief zijn we in gesprek gekomen met Zep. En we vonden elkaar echt in de uitdagingen die we willen realiseren. Ja, want het is. Deels natuurlijk een proefproject, ja. Kijken hoe het gaat, maar hij moet ook wel echt ingezet worden, die vrachtwagen. Ja. Kun je daar eens wat over vertellen, van wat voor doelstellingen zijn er, wat wil je bereiken? Nou, het is een learning by using project, zodat wij die informatie in het gedurende project ook met de buitenwereld kunnen delen. En we gaan hem inzetten voor de containerterminal die we toch rond oktober dit jaar gaan realiseren. In Deventer? In Deventer, ja. Het is gelukkig zover. Ja. En we zullen ook stadsdistributie gaan trailen, ja, in verband met de zero-emissiezones. Ja, en ons ultieme goal is toch lange afstandstransporten mee uit te voeren. Hè. Wij zijn van huis uit een lange afstandsvervoerder richting Scandinavië met name. Ja. Ja, en daar hebben we heel lang aan gepuzzeld. Het was een heel complexe en grote uitdaging om dat te kunnen realiseren. Maar ik ben heel blij met hoe ver we zijn. En dat lange afstandstransport, dat is wel een beetje de stip op de horizon. Ja, dat is uiteindelijk zal dat de pluim op de kerst op de taart zijn. Ja, en hoe is dat project nou gefinancierd? Daar zit ook subsidie bij, neem ik aan. Er zit subsidie bij, net zoals nu weer de aanzetsubsidie is. Een soort gelijk verhaal. En heel veel eigen geld. De directie die stopte heel veel, natuurlijk als bedrijf stoppen we er veel geld in. Ja. En ja, dat blijft wel een beetje een lastig onderdeel natuurlijk, dat je die capex is enorm en die opex die is eigenlijk ook vreselijk uitdagend op het moment nog. Ja, ja. Dus ik hoop dat dat wat beter in balans gaat komen binnenkort. Ja, wat kost zo'n vrachtwagen? Je moet eigenlijk rekenen dat op dit moment een batterij-elektrische vrachtwagen ongeveer 3 tot 4 keer de prijs van een dieselvrachtwagen is en dat het bij waterstof meer richting de 5 tot 6 gaat. Ja. Dus dat is wel nog een enorme kostenpost. Ja. Als je kijkt naar de marges, wat hoor je altijd, 1-2%, dan kan dat eigenlijk niet uit. Nou ja, dat is natuurlijk wel een dingetje. We moeten in de branche moeten innoveren, moeten verduurzamen. En de investering van het voertuig, ja, Kevin zegt het al, 5-6 keer zoveel, ja, dat is al immens. Mm-hmm. En dan moet je eigenlijk ergens terug kunnen verdienen. Je moet ergens, wij zijn niet voor, je kunt niet altijd alles maar doorbelasten aan de klant en aan de consument. Hè, want we hebben al vreselijk veel de afgelopen jaren moeten doen. Ja. En ik denk dat we op de een of andere manier moeten toch een balans gevonden worden. Ja, en dat is misschien toch weer, hopelijk met Brussel of de overheid die daar ons in kan stimuleren, kan helpen. Want die waterstofprijs, ja, die is dusdanig hoog op het moment. Ik denk dat we een euro, misschien wel meer per kilometer meer kwijt zijn.
om dat voertuig te laten lopen straks. Ja, ja. En uiteindelijk zouden we kilometers moeten maken om uiteindelijk die hogere aanschafprijs weer terug te verdienen. Ja, ja. Maar zijn er wel meer pilots met zero-emissie, hè? Dan gaat het meestal over batterijen elektrisch. Ja. Van waar nu deze toch die keuze voor waterstof? Nou, eigenlijk zijn wij in 2010 hebben wij al eens een keer een initiatief gestart om een soort gelijk om een truck en een tankstation te realiseren bij ons in de regio. Nou, we hebben jaren 4-5 geleden hebben we de volgende stap gedaan, die helaas niet doorging. Ja, en dan blijf je toch ook wel een beetje in dat waterstof gebeuren zitten. Maar wij hebben natuurlijk ook met onze OEM's veel contact over de long-haul elektrische voertuigen bijvoorbeeld. Ja, en wij zien toch wel waterstof als een hele interessante oplossing straks voor ons. Ja. Jullie komen eigenlijk niet vanuit die vrachtwagenbusiness, zal ik maar zeggen. Hè? De meeste waterstofvrachtwagens, dat is dan een fabrikant die zegt, nou, wij gaan ook eens aan de slag met een waterstof. Jullie komen vanuit die waterstoftechnologie en hebben gezegd, we gaan een vrachtwagen bouwen. Kun je eens iets vertellen over waar jouw bedrijf vandaan komt? Ja, eigenlijk origineel vandaan. We waren allemaal studenten in Delft. De 5 founders en ook veel van onze werknemers nu, ook van de TU Delft. We hebben eigenlijk tijdens onze studie, we zijn zelf een beetje 2011 begonnen om bij een van de studententeams in Delft waterstof raceauto's te bouwen. Mm-hmm. Dus we hebben eigenlijk van 2011 zelf tot 2016-17 hebben we daar heel veel tijd aan besteed om die waterstof raceauto's te bouwen. Dat was op dat moment de enige waterstof raceauto ter wereld die ook ging racen, bijvoorbeeld in Assen of Zandvoort tegen gewone raceauto's. Yeah. En daar hebben we eigenlijk meer geleerd dan eigenlijk in de studie zelf. Dus we hebben dan besloten 2016-17 om gewoon een bedrijf op te starten. Om fuelcell systemen te ontwikkelen voor de heavy duty markt. Mm-hmm. Daar heb je het over boten, schepen, stationaire toepassingen. Maar ook off-road vehicles. Hè. We hebben graafmachines al draaiend met partners. Yardtrucks die in de haven rondrijden. Omdat wij heel veel kennis hebben om heel compacte systemen te bouwen. Wat ook weer belangrijk is, ook zelfs in de heavy-duty markt. Omdat je ziet dat als je naar zero-emissie gaat, kom je eigenlijk altijd kilometers tekort. Want of batterijen of waterstof, je kan er nooit dezelfde energiehoeveelheid instoppen dan wanneer je een diesel-aangedreven voertuig hebt. Daarom is het juist heel belangrijk dat je systeem zo compact mogelijk is. Dat je dan nog extra efficiëntie kan behalen of ook meer tanks meenemen. Ja. Waardoor je dan wel bijvoorbeeld een hele dag kan doorrijden. Ja. En is het dan zo dat wat jullie doen in de binnenvaart bijvoorbeeld projecten, ja, zitten daar dezelfde technologie of zelfs dezelfde modules in als in een vrachtwagen? Dat is onze bedoeling eigenlijk, dat wij proberen in zoveel mogelijk markten tegelijk te spelen met dezelfde technologie. Dus ook van begin aan kijken van wat moeten we aan het systeem nog aanpassen om het bijvoorbeeld voor maritieme toepassingen goedgekeurd te krijgen. En wat kunnen we ook overnemen voor de heavy duty toepassing. Bijvoorbeeld het grote systeem wat straks in die vrachtwagens komt, gaat ook in maritieme toepassingen of in generators. Dus daarmee kunnen we ook zorgen dat als je, op dit moment heb je nog heel veel projecten waar je dan kleine aantallen hebt. Want iedereen gaat het maar een keer proberen. Ja. Maar daardoor kunnen we wel een grote productieaantallen dan halen. Dat is de bedoeling. Als wij wel hetzelfde kernsysteem kunnen gebruiken. Ja, en dat gaat in samenwerking met GINAF, ook een Nederlands bedrijf. Ja, dus zeg maar normaal gesproken leveren wij alles wat met de waterstof te maken heeft aan een voertuigbouwer of vaartuigbouwer. Ja. Dat is een klant bijvoorbeeld Terberg Benschop, Terberg Techniek, maar ook andere klanten. We bouwen bijvoorbeeld ook een generator voor vliegtuigen in Schiphol. Maar eigenlijk leveren we altijd het fuel cell systeem en de waterstofopslag en alles wat erbij hoort. Maar in dit geval kwam dus ook Vos en Total en de rest van het consortium naar ons en zei van we willen eigenlijk een vrachtwagen, maar die bestaat niet. Dus zijn we zelf gaan kijken, kunnen wij zo'n project leiden? Kunnen we een partner zoeken die het voertuiggedeelte overneemt? Zeg maar, wij maken het voertuigconcept, maar iemand die voor ons een dieselvrachtwagen ombouwt naar elektrisch. En dat is dan in dit geval GINAF. Dus de eerste voertuigen worden met GINAF omgebouwd samen. En dat is gewoon heel mooi, want dan hebben we een expert op het gebied van een vrachtwagen ombouwen naar elektrisch. En alles wat erbij hoort. En wij kunnen ons op het waterstofgedeelte concentreren en het voertuigconcept. Ja, de meeste andere truckbouwers die zeggen 2028, 2030 kunnen wij een waterstoftruck leveren. Is ook logisch, want die markt is nog heel klein. Dus als je Mercedes bent of een andere OEM, dan ga je pas vanaf duizenden die je dan maakt. En ook hebben ze nu natuurlijk andere producten in hun portfolio. Een diesel trekker bijvoorbeeld, dat is zeg maar de concurrentie. Maar voor ons is het gewoon puur waterstof.
Dus dit soort projecten zijn natuurlijk een mooie kans om ook te laten zien wat wij kunnen. Technisch, maar ook hoe reliable bijvoorbeeld die systemen zijn. En misschien ontstaat er ook nog een kleine markt om in de tussentijd voertuigen te leveren. Ja, ja. Roy, dit is een eerste stap, hè? Ja. Wat voor potentieel zie jij om de komende jaren verder met dat waterstof aan de slag te gaan? Binnen jullie bedrijf? Nou, ik denk dat je het iets breder moet trekken dan alleen ons bedrijf. En dat hebben we gisteren ook besproken. Had ik toevallig een bespreking met een waterstofspecialist. Ook gewoon die wat breder in dat verhaal zit. Maar dan heb je het ook van, ja, hoe kan dat nou verder ontwikkelen? Ja, ik denk op het moment hoe het nu gaat met de aanschafprijs van zo'n voertuig, met de waterstofprijzen die er zijn. Met 20, 25 euro per kilo. Ja, die moet echt terug naar 5, 6 mm-hmm. om rendabel te rijden. Maar eigenlijk nog verder om uiteindelijk weer het voertuig een beetje terug te verdienen. Ja, en als dat niet gebeurt, dan is het eigenlijk, als je het voertuig ontvangt, zou je het beter stil kunnen zetten. Ja. Ja, en als dat blijft, of niet heel snel verandert, ja, dan gaat komt niet ten goede van de innovatie en dan komt ook niet van het aandeel. Ja, en als wij nou intern het management gaan bespreken van laten we er eens 4-5 doen, ja, zou iedereen zeggen van ja, dat kan natuurlijk niet uit. Mm-hmm. En dat kan dan wel zijn dat je in samenwerking met klanten bijvoorbeeld samen zijn voertuig adopteert en dan ook daar een beter verhaal van probeert te maken, zodat die klant die meerprijs accepteert, omdat hij dezelfde doelstelling heeft. We zitten nou in een gesprek met een grote klant op dat verhaal, dus er zit misschien wel een tweede aan te komen. Maar ja, dan blijven nog twee voertuigen op een vloot van 4,5, zeg maar. Ja. 4,500. Ja, maar hoe reageren klanten? Want klanten zijn misschien wel bereid om net iets meer te betalen voor verduurzaming. Hè? Dan kunnen ze zelf dan ook daarover rapporteren. Maar als het echt een factor van heb ik jou daar is die er bovenop komt, dan is dat een ander verhaal. Ja, ik denk dat het dan heel lastig wordt. En vooral in deze tijd, je ziet nou toch wel weer dat de prijzen weer onder druk komen te staan. Mm-hmm. Hopelijk verandert dat snel weer, maar dan wordt het moeilijk. We hebben wel een paar jaar geleden zijn we met HVO 100 begonnen. En toen was er in het begin ook geen vraag en geen interesse in. Maar dat aandeel groeit wel in ons bedrijf. Dat er toch wel meer klanten daarin geïnteresseerd zijn om een x% extra te betalen om op die manier duurzaam transport te hebben. Ja, je zegt die prijs van waterstof, dat zal dan factor 5 lager moeten worden eigenlijk. Hè? Dan is de overheid aan zet waarschijnlijk. Om dat te regelen op korte termijn. Nou ja, je zou een soort van prijsplafond in kunnen voeren of zo. Maar ja. Ik denk toch dat ergens een... ik heb het altijd idee dat dat een beetje uit het oog is van... tenminste, ik hoor het vanuit de overheid zelden langskomen. En ik denk dat dat echt een belangrijk onderdeel is. Ja, want wat is dan... Je kan daar niet eeuwig op blijven wachten, denk ik. Je gaat hier nu mee aan de slag. Dan wil je natuurlijk uiteindelijk ook bij goed resultaat wil je doorpakken. Wil je misschien opschalen. Wat voor termijn zit je dan te denken? Ik durf echt over die opschalingen maar niks te zeggen. Want dat zal ook afhankelijk zijn van de OEM's. Of, je zei het zelf al, 2028, 2029. En de ervaring leert ook wel, toen met elektrische voertuigen heeft het ook eigenlijk heel lang nog geduurd voordat, toen zeiden ze daar ook een bepaald jaar te wonen. Er zijn er ook nog jaren overheen gegaan. Ja. Dus ja, wanneer ze dat echt gaan produceren en voor een wat betere prijs. Dat durf ik niet te zeggen, maar je ziet natuurlijk wel dat er steeds meer pompstations komen, dat er heus wel wordt nagedacht, dat er steeds meer waterstof in Europa beschikbaar komt. Hè, ja. En niet alleen lokaal, maar ook van verre bestemmingen, zoals nu het gas geïmporteerd wordt bijvoorbeeld. Ja. Dan hoop ik dat positieve effecten heeft op de prijs voor ons. Ja, zie jouw knik, Kevin. Helemaal gelijk. Ja? Ja. Nee, ja, dat is een beetje... ja, je ziet nu, hè, wat was vorige week of de week daarvoor, dat Total Energies en Air Liquide ook weer hebben een statement buiten gebracht dat ze 100 tankstations in de komende jaren gaan installeren. Ja. En er zijn ook vanuit de EU meerdere plannen dat je bijvoorbeeld elke 150 kilometer op meest bevaren snelwegen dat je daar een waterstoftank vulpunt krijgt. Ja. En dat is natuurlijk, ja, dan gaat het makkelijker. En ook als je een beetje serie kan draaien met die fuel cell systemen, je moet nu bedenken dat het vooral duur is omdat heel veel componenten nog prototype componenten zijn. Die nog ook van onze leveranciers de nieuwste onderdelen zijn. En nog op lage aantallen worden geproduceerd. Daarom is die prijs juist zo hoog. Maar als je een beetje serie gaat draaien. Denk ik wel dat je redelijk snel dicht bij in de buurt van een batterijvoertuigprijs komt. Want je hebt gewoon meer mogelijkheid qua prijsontwikkeling in een fuel cell. Je hebt een veel kleinere batterij. Dus je bent minder afhankelijk van die grondstofprijzen. Want je ziet bijvoorbeeld die batterijprijzen die dalen niet echt op dit moment.
En als je kijkt naar de complexiteit van een fuelcelvoertuig, is het niet per se veel complexer dan een dieselvoertuig. Als je nu ziet van hoe goedkoop eigenlijk zo'n heel complexe dieselmotor is, dat is ook alleen maar omdat ze er honderdduizenden van per jaar bouwen. Ja, ja. Dus daar is wel een redelijk goed kans voor. Ja, dan heb je het echt over de techniek, zeg maar, hè? De schroefjes en de boutjes. Je moet allebei natuurlijk hebben. Je moet de tankstations hebben om te kunnen tanken. En dan moet je aan de andere kant hebben de productiegetallen. Ja. Heb je geen tankstations, ga je ook geen vrachtwagens bouwen. Dat is een beetje kip-en-ei. Kip-en-ei verhaal, wat steeds weer terugkomt. Want een andere factor is de beschikbaarheid van waterstof, hè? En groene waterstof al helemaal. Want als je duurzaam wil doen, dan zal dat toch groene waterstof moeten zijn. Dat is ook nog niet echt van de grond aan het komen. Nee, maar je ziet wel, je ziet natuurlijk de grote spelers zoals Shell en Total er allemaal mee bezig. Maar je ziet ook bijvoorbeeld bij ons in de regio in Deventer gaat volgende maand wordt dat geopend met een lancering. Dan het project heet Grow. En daar wordt door middel van lokaal opgewekte zonne-energie bijvoorbeeld, door middel van elektrolyse wordt waterstof gemaakt. Die dan door de industrie of bijvoorbeeld voor transport regionaal ingezet kan worden. Want dat is ook weer een project waar Posttransport bij betrokken is. Ja, daar doen wij ook actief in mee. Mm-hmm. Niet in de ontwikkeling over van al die componenten en complexiteiten. En zo'n ingenieurs en weet ik veel wat er allemaal bij kan kijken. Maar vanaf de stad zitten wij daar wel actief bij. Ja, en ons, wij zouden het geweldig vinden als die groene lokaal opgewekte waterstof eigenlijk bij het tankstation terechtkomt. Dat wij er gebruik van zouden kunnen maken. Ja, dus Deventer als waterstofhub, waterstof. Ja, dat zou hartstikke mooi zijn. En als wij voorlopig daar de waterstofprijs misschien wat meer naar beneden kunnen brengen. Omdat dat vanuit zo'n project toch wat lager ligt. Mm-hmm. Ja, dan zal dat mooi meegenomen zijn. Ja. Wat ik toch wel een beetje. Het is een heel mooi pilotproject, maar het businessmodel, dat is wel nog echt zoeken. Hè? Dat blijft een beetje een lastig verhaal. Ik denk dat als je heel eerlijk bent, dat er eigenlijk op het moment niet echt is. Ja. Dat is het lastige, maar ik denk dat ook wel dat gedurende het project moet blijken, bijvoorbeeld van hoe efficiënt is zo'n voertuig. Hoe meer kilometers wij kunnen maken met die waterstof, uiteindelijk kan het steeds positiever uitvallen natuurlijk. Ja, en ik kan me niet voorstellen dat die waterstofprijzen, tenminste dat hoop ik, niet zo hoog blijven als nu. Mm-hmm. Want toen we begonnen met het project waren die geloof ik 10 euro en nu zitten ze tussen de 20 en de 25. Toen we begonnen was het ook het idee dat die prijzen naar beneden gingen. Ja. Ik denk met die opschaling dat dat toch echt wel moet gaan gebeuren. En als een voertuig dan heel efficiënt is en we kunnen kilometers maken, dan misschien komt het dan wel goed dicht in de buurt. Dat zullen we moeten leren. Applicaties waar je waarschijnlijk dan bijvoorbeeld binnenstedelijk vervoer, dat het op een bepaald moment zero emissie moet. Dus ja, dan moet je daar naartoe. Ja. Dus onafhankelijk, het is natuurlijk wel nog belangrijk hoe duur het is, maar dan is dat iets minder factor. Ja. En op dit moment zie je gewoon nog, de marges zijn redelijk klein. En de diesel is ook nog goedkoop vergelijken met de nieuwe technologieën. Dus dat is nog moeilijk aanvechten. Ja, misschien moet je ook anders nadenken over hoeveel transport mag kosten. Dat is een moeilijk verhaal natuurlijk. Precies, maar als je het op de kilometer terugrekent, dan denk je van, het gaat eigenlijk bijna nergens over. Dus zou het niet gewoon duurder kunnen. Ja, we hebben nu twee van die vrachtwagens van dat type Europa kochten. Mm-hmm. Zijn er andere vervoerders die al jou opbellen en zeggen wij hebben ook wel interesse? Ja, we hebben natuurlijk ook afgelopen week of de week daar, vorige week was dat volgens mij, hebben dat persbericht naar buiten geslingerd. Ja. En dat was ook met name om te kijken van hoe is de reactie? Omdat we ook een beetje voor kunnen plannen als er mogelijk interesse bestaat. Maar dat is tot nu redelijk positief. We hebben ook geprobeerd om een voertuig te maken wat gewoon eigenlijk de grootste markt kan afdekken, mm-hmm. waardoor je niet allerlei verschillende versies moet maken, maar gewoon één solide basis die je voor zoveel mogelijk applicaties kan inzetten. Ja, want hoe? nu ga je er twee bouwen, die moeten eind dit jaar klaar zijn, mm-hmm. als ik goed begrijp. Hoe zit het bij jullie met de opschaalmogelijkheden? En je wilt dan misschien uiteindelijk wel naar een wat grotere productiecapaciteit? Nou, daar zijn we mee bezig. We zijn 6 jaar geleden begonnen. Mm-hmm. Volledig zonder investeerders. Dus alleen maar projectbaseerd eigenlijk. Yeah. Zijn nu tot 17, 18 man gegroeid. En zijn eigenlijk nu op het moment dat we ook naar investeerders gaan om te kijken van hoe kunnen we nu de productiefaciliteiten ook. Niet alleen voor die vrachtwagens, maar gewoon voor onze fuelcelsystemen, waterstofopslagsystemen. Hoe kunnen we die vergroten? Want je ziet dat de vraag die wordt steeds groter naar fuelcelsystemen. Yeah. Dus daar moeten we ook tegenaan kunnen.
ben je al gebeld door de Daimlers en de DAFs en de Scania's. Dat valt denk ik onder de NDA's. Oké, okay, dat horen we je dan zeggen. Hè? Dat nemen we voor waar aan. Nou, hartstikke goed. We blijven het volgen. Roy van Verseveld en Kevin Schreiber, hartelijk dank voor jullie komst naar de studio. U bedankt voor het kijken. Dit was NTTV en tot de volgende keer.